De Nationale Assemblée heeft vandaag de vergadering over de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging vuurwapenwet voortgezet. De regering wil namelijk de tarieven voor een vuurwapenvergunning drastisch verhogen. Dit stuit op enig verzet van zowel de coalitie als de oppositie. Parlementariër Steven Tsang gaf aan dat het aanvragen van een vuurwapen niet emotioneel bekeken moet worden. Mensen vragen namelijk geen vuurwapen aan om een misdaad te plegen, zegt hij. Keshe Prasad Gangaram Pandey was het niet helemaal eens met zijn collega. Hij zegt dat mensen die in het bezit zijn van een vuistvuurwapen, dat is afgegeven door de overheid, zich eerder schuldig maken aan misdaden dan degenen die in het bezit zijn van een vergunning. Gangaram Pandey zegt dat dit duidelijk is gebleken tijdens zijn werkzaamheden als politieman. Hij brak een lans voor politiemannen die de hoge bedragen die nu zijn voorgesteld niet zullen kunnen betalen. Dus hetgeen het geachte lid daar heeft aangegeven, ik denk niet dat het klopt. Verder zegt hij over de bedragen dat hij eens is, die bedragen moeten zo gehanteerd worden of een klein beetje lager. Wat about politiemannen die jaar en dag hun krachten hebben gegeven aan de overheid, zware tackles hebben ondergaan, nu met pensioen zijn, moeten ze die grote bedragen gaan betalen terwijl ze een klein beetje van die inkomen niet krijgen als pensioen? Overheid geeft ze, wanneer je politieman bent en je gaat met pensioen, mag je een vuistvuurwapen aanvragen bij het korps. Maar wat geeft men je? Eén kapot ding. Je schiet naar voren, maar die patroon komt naar achteren. Dat krijg je. En als de persoon beslist van ik heb uit mijn spaarcent ga ik eentje kopen. Hij helpt de staat daarmee en hij weet om te gaan met een vuistvuurwapen. En die persoon gaat dan ook andere medemensen hun leven beschermen. Moet die man ook die bedragen gaan betalen? Een MP'er, iemand van de presidentiële inrichting. Moet hij die bedragen ook betalen? Ik denk dat de regering goed moet uitkijken naar deze wet. Ik dank u. Parlementariër Gangaram Pandey, die zich nogal opwond over het wetsvoorstel. Ingrid Karta-Bink vraagt zich af hoe de regering aan de tarieven is gekomen. Ze wil ook weten aan welke voorwaarden de aanvragen moeten voldoen. Recent hebben we schokkend nieuws nog mogen lezen in USA, Texas, dat een gewapende moeder haar dierbare dochters op straat in de rug doodgeschoten heeft. Voorzitter, wij moeten voorkomen dat vergunninghouders met het wapen aan hun zij de macht aan zichzelf toetrekken. Dat macho gedrag wil uithangen. Vraag, welke maatregelen of zal er getroffen worden wanneer er zo'n geval zich voordoet? Vraag, elk een voelt zich tegenwoordig bedreigd voor zijn hef en goed. De criminaliteit stijgt elke dag. De bejaarden, ondernemers, zelfs een jongetje van 4 jaar werd beroofd bij het spelen op het erf. De vraag is, moeten wij ons beveiligen met een vuistvuurwapen als wij ons niet veilig voelen? Enkele vragen die door PL-parlementariër Karta-Bink zijn gesteld aan de regering ten aanzien van de ontwerpwet nadere wijziging van de vuurwapenwet.